Werk jij wel eens met draden? Dan weet je ook dat isolatie altijd verwijderd moet worden. Ik laat je vandaag zien hoe we die isolatie verwijderen en hoe we het werk beoordelen. Mijn naam is Ramon Koch van E-Tech Trainingen. Welkom in weer een nieuw filmpje over onze hands-on trainingsprogramma's. Is dit jouw eerste kennismaking met E-Tech Trainingen en wil je meer van ons weten? Abonneer je dan vooral op ons kanaal. Klik op de bel, dan krijg je steeds een nieuwe melding bij nieuwe video's. In deze video laten we een deel van het IPC/WHMA A620 trainings- en certificeringsprogramma zien. Wat houdt het in en hoe gebruiken we het onderdeel dat over het strippen van draad gaat? Mocht je niet bekend zijn met IPC of een ander trainings- en certificeringsprogramma, kijk dan eens naar onze andere video's. In de beschrijving hieronder vind je meer uitleg en een link naar de playlist. De IPC/WHMA A620 training is gebaseerd op de gelijknamige IPC-standaard. Deze standaard bevat eisen aan kabel- en draadverbindingen. Voor aansluitingen tussen printplaten en de buitenwereld worden meestal draden gebruikt. Deze draden worden met een krimp- of soldeerverbinding aangesloten. Allereerst moet de isolatie verwijderd worden. Er zijn diverse methoden om de isolatie te verwijderen, zoals er zijn de striptang, de microstripper, de thermische stripper of de stripmachine. Ik laat je de striptang en de stripmachine zien en vertel hoe dat werkt. Daarna kijken we naar het resultaat en dat gaan we beoordelen aan de hand van de A620. We beginnen met de striptang. Een populair stuk gereedschap, want snel en gemakkelijk in het gebruik. Er zijn twee instellingen. Eén regelaar voor de draaddikte. De andere regelaar bepaalt de lengte waarover de isolatie verwijderd wordt. Voor het draad dat we nu gebruiken, kiezen we de kleinste instelling. Afhankelijk van de toepassing stel je ook de striplengte juist in. Steek de draad in de opening van de tang tot tegen de aanslag. Knijp dan de handvaten volledig dicht. De striptang hebben we gezien. Nu kijken we naar de stripmachine. Een stripmachine vraagt wat meer instelwerk. Hier is een instelling voor de striplengte, een voor de draaddikte en een instelling voor geheel of gedeeltelijk strippen. Is de machine eenmaal correct ingesteld, steek je de draad in de opening. De machine verwijdert de isolatie dan automatisch. Nu beoordelen we de draden aan de hand van de IPC/WHMA A620. We gaan beoordelen op de volgende punten. Beschadigingen van de isolatie. Beschadigingen van de draden. En rafels. Wil je meer weten over de IPC/WHMA A620 training en certificering? Neem dan een kijkje op onze website. Heb je verder nog vragen of heb je zelf een onderwerp waarover wij een filmpje kunnen maken? Zet het dan bij de comments, wij komen daarop terug. Vond je het interessant? Druk dan op het duimpje omhoog. Bedankt voor het kijken, graag tot de volgende keer.